Dat staat erop, hè? Een hele goede morgen, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag vlog nummer 196, als het goed is. Ik ben niet zo goed in dat soort dingen onthouden. Maar ik heb ondertussen wel een lekker broodje in de oven zitten. En het is nu 10:30. Ik was eigenlijk van plan om heel vroeg op te staan. Is niet gelukt. Ik was heel veel moeer dan verwacht. Ik wilde van tevoren nog even sporten nu, maar dat gaat niet. Want de pakketbezorger is er over 15 minuten. Ik kreeg namelijk een berichtje van Coolblue. Met daarin, hoi Bastiaan. Onze bezorger zit op de fiets onderweg naar jou. We verwachten over 15 minuten bij te zijn. Tot zo. Ja, nou, het is om 10:45 is hij hier. Hij heeft twee pakketjes bij zich. We zien straks wel wat het allemaal is. Maar in ieder geval, ik ga nu vandaag lekker veel werken. Want wat jullie misschien weten, dit weekend ga ik natuurlijk naar dat volleybaltoernooi toe. Dat is 3 dagen lang. Dus vrijdag, zaterdag en zondag ben ik daar. En dan kan ik natuurlijk niet editen. Het fijne is dat ik dus vooruit kan werken. Dus ik kan donderdagavond alles af hebben. En ook vrijdag, zaterdag, zondag niks te editen. En komt gewoon lekker een mals videootje voor jullie online. Maar daarnaast is het wel zo dat ik dus nog wel eventjes moet blijven vooruitwerken op dit moment. Zodat ik donderdagavond maar 1 video hoef te editen en dan dat ik vrijdagochtend lekker op tijd weg kan. Het eerste pakketje binnen, de jonge man kwam aan de deur en zei, hier alsjeblieft het pakketje. Ik zei, ja, maar ik heb er volgens mij 2. Hij zo, dan ga ik even beneden kijken in mijn fiets. Dan ga ik die andere even halen, zo niet. Fijne dag. En dan belt hij juist aan dat hij weer het volgende pakketje in zijn hand heeft. Ook zo kut. Maar ja, ik ben ook echt een lul die 2 pakketjes apart van elkaar bestelt. Dus die in 2 verschillende doosjes zitten. Dat gewoon makkelijk in een doosje kunt. Maar ik zat in 1 keer te denken van, oh shit, ik moet ook nog iets anders hebben. Dus ja, dan bestel je 2 dingen verschillend van elkaar. En deze 2 pakketjes zijn binnen. Let's go. 1 en 2. Nou, dan mogen jullie heel even over nadenken. Een paar seconden over nadenken wat erin zit. Dan ga ik ze openmaken. Eerst ga ik namelijk even lekker ontbijten. Een paar minuutjes later, alles opgeruimd, alles schoongemaakt. En ik ga het pakketje openmaken. In dit pakketje zit 2 scheermesjes voor mijn scheerapparaat. Die was op. Ja, zo kun je het beste zeggen, denk ik. Hallo, allemaal berichtjes. Dus even normaal. En in het tweede pakketje zit een powerbank van 20.000 mAh. Volgens mij is dat mAh. Weet niet zeker. Maar deze heb ik nodig. Want ik ga natuurlijk weekend weg. En ik had gisteren getest of ik mijn camera kon opladen met zo'n ding. En dat gaat echt ziekelijk goed. En ik heb er zelf al eentje van, van 10.000 mAh. Die zal ik even laten zien. Dat is precies hetzelfde. Maar dan dus minder groot. Dat is deze. En ik heb nu dus deze gekocht. Het is ook wel echt een heel groot verschil, hoor. Deze 20.000, deze 10.000. Kijk dit verschil. Daar staat erop, hè? Ja, daar staat erop. Oh, dat is hier. Ah. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de GoPro beelden. Ik dacht een keertje probeer wat anders. Ik vond zelf het shot op de schoen wel echt lekker gelukt. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik zweem mezelf nog helemaal kapot. Ik heb net op de brommer gezeten. Meestal is het dan wel redelijk opgedroogd naar de hand. Maar dat is deze keer niet het geval. Maar ik was zo slim voor het sporten om het visje uit de vriezer alvast eruit te halen. Dus die is ontdooid. En dan ga ik lekker broccoli eten. Met pak soi. En aardappeltjes. Opgefrist en wel. En lekker aan het werk. Heerlijk. En deze video is weer bijna af. Ik ben op dit moment zo goed bezig dat ik gewoon al de vlog aan het editen ben van vandaag. Dus die jullie nu hebben gezien. Dit shot hebben jullie net een paar minuten geleden gezien. Ondertussen ga ik lekker wel de vlog afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer om 4:30 bij een nieuwe video. Later.